vrijdagmiddag, eind van de middag, kon ik eindelijk 4 dozen naar de kringloopwinkel brengen. Want dan kan ik weer nieuwe spulletjes kopen. Hey, heb je nou je eigen doosje? Lig je bovenop de cadeautjes te slapen? Ja, goedenavond. Het is inmiddels maandagavond. Ik zit op de bank met mijn breiwerk, mijn sok. Ik ben heel moe. Ik heb al gedoucht, ik heb mijn pyjama al aan. Maar ik zit nog even lekker te breien. En Poekie ligt daar. En Moosie, die ligt op mijn arm. Ik kan net steeds rondjes breien. Het is heel lekker warm. En welkom bij dag 10 van Vlogmas. Nou, tot later. Ja, goedemorgen. Het is dinsdag 7 uur, 3 over 7. Nou, die staat iets voor, wacht even. Het is 1 minuut voor 7. Helaas, ik ben alweer wakker. Ik had nog wel iets langer willen slapen, maar dan moet ik altijd plassen en dan kan ik niet meer slapen. Nou ja. Toen dacht ik, we gaan gewoon even lekker koffie halen en mijn printhuisje. Nou kreeg ik gisteren een berichtje en dat vond ik eigenlijk wel een hele goeie. Dat een van mijn trouwe kijksters, die vond het jammer dat ik de pakjes niet meer uitpakte terwijl ik film. Dus dat ga ik, ik was me daar eigenlijk niet zo van bewust. Ik dacht, ach, iedereen vindt dat gekraak helemaal niet interessant misschien. Dus vandaag ga ik de pakjes weer uitpakken voor de camera. Want vond het gewoon leuk om te horen dat zij dat miste. Ik ga altijd vullen het dan altijd voor iemand anders in. En dan denk ik, dat vinden ze vast niet leuk. Maar goed, ik kreeg een leuke feedback. Dus ik dacht, dat ga ik straks weer doen. Eerst even mijn ontbijtje opdrinken. Nou, tada, daar gaan we dan. Ik vind het wel een beetje veel om in één filmpje open te maken. Maar ja, jullie willen dit. Nee, vind ik echt heel lief dat mensen dat zeggen. Want ik doe dan altijd natuurlijk wat ik denk dat jullie willen. En misschien zijn er maar een aantal mensen die het willen en de rest niet. Maar ik vond het leuk om te horen dat jullie het leuker vinden als ik het voor de camera doe. Dus dat gaan we doen. Pakje nummer 10. Deze is van Ineke. Nou, Ineke had een hergebruikte kalender. Dus deze stickers die lieten wel een beetje los. Ik heb het toen het binnenkwam zelf nog allemaal extra dichtgeplakt. Die doosjes die vlogen heel open. Vandaar dat er nu 10.000 stickers op zitten. Ik ben wel weer benieuwd. Ik heb er wel helemaal zin in. Ik voel geen bolletje. Oh ja, toch wel. Kijk, ten eerste hebben we weer een bakketje deeg. Oh ja, daar was een boekje van. Dat vond ik helemaal fantastisch. Oeh, die is mooi. Wacht even voor een. En allemaal leuke steekmarkeertjes. Kijken. Oh, dat leuk. Deze, die katjes. Zo leuk. Deze zijn altijd heel handig, die ringetjes. Wauw, deze is mooi. En daar gaan we dan. Het is. Oh, ik kan het helemaal niet lezen door de Dutch Wool Diva. Oh, dat is leuk. Ja, daar heb ik zelf nog nooit wat gekocht. En dat is, ik heb het wel een keer gekregen. Dat is heel fijn garen. Diva Sok Glitter. Moet ik toch ook maar eens een keer doen. Lipstick. Och, wat leuk. Ja, weet je, dat had ik het nog over met de breivriendinnen. Hoe leuk is het dat je door deze kalenders andere garens leert kennen. Dat vind ik. Ik vind met de uitzondering van alle leuke kleurtjes, vind ik dat denk ik nog wel het allerleukste. Dat je, doordat je bolletjes krijgt, wat je zelf nog misschien nooit iets hebt gekocht, dat je daardoor denkt, hé, dat is fijn garen, dat ga ik ook eens een keer kopen. Dus superleuk, Ineke. Dit is wel weer handgeverfd, dus dat betekent dat hij van een vakje gaat breien zometeen. Ja, en heel leuk deze. Ja, ik vind deze ringetjes, denk ik, die gebruiken we het allermeest. Dat je die ook met de Cozy Memories blanket altijd nodig hebt in het midden. Nou, dan gaan we deze doen. Nummer 10 van. Ja, ik ga hem wel in mijn pauze zetten doordat ik dit iets meer open doe. Anders duurt het echt te lang. Nou, ik heb het iets meer open. Deze is van de Vreubeltje Hobby. Waar ik de kerstrasjes sokken van aan het breien ben. Hoeveel plakband wil je hebben? Komt hier, let goed op. Oeh, die is ook leuk. Wauw. Ik weet of er niks bij in zit. Moet je altijd even checken, want je weet het maar nooit. Dit is het. Ja, ik vind.
ongelooflijk leuk. Zij had dus ook tegen mij. Ik heb allemaal, ga ik een kalender maken met allemaal kerstgaren. Tot nu toe is dat gewoon gelukt. Ja, Lana Grossa Meilenwijd Christmas. Kleur nummer 6767. Heel leuk. Dankjewel weer. Oh, dit is een heel leuk steekmarkeerdertje aan. Ik vond ook al eentje eerder van deze. Wij hadden een kalender met 6 gram in plaats van 10 gram. Omdat we dat toch op het laatste moment afspraken. En dat best wel genoeg is. Meer dan genoeg is voor sokken. Heel leuk. Nou, dan gaan we ervoor. Mozi die zit inmiddels met het papier te spelen. De kalender van Marianne. Die zit in een deusie. Dit bewaar ik dan altijd. Dat schat ik dan in mijn boekie. Ik vind wel, dat vind ik wel echt een nadeel. Heel veel afval heeft door al het papier en al die doosjes. Ja, pak jij dat maar eens in. Hier zit geen briefje bij. Hele leuk. Oh ja, helemaal leuk. Met roze en blauw en ook een beetje zwart zie ik. Erg leuk. Ja, ik moet nog even weer verder met de gnomes. Nog een baard breien. Nee, 2 baarden nog. En armpjes en neuzen. En ik wil misschien nog wel weer eentje opzetten. Een grotere. Maar goed, doordat ik me niet zo lekker voelde. Oh, was ik helemaal een beetje traag. Dan hebben we deze van Hexagarn. Oh, de sticker wil ik eraf aan. En die plak ik in mijn boekje. Deze zakjes kan ik wel hergebruiken. Die heb ik echt allemaal nog heel. Dus dan ga ik... Oh nee, hij heeft een balletje te pakken. Hè? Nou, dat zag je gebeuren, hè. Gaat hij echt maar, heeft hij, zie ik dat niet, pikt hij het mooiste balletje eruit, het is net een kraai. Maar goed, ik heb hem uit de kamer gedaan. Ik moest erin wachten, rennen. En misschien was het wel in beeld, ja, het was wel grappig misschien, maar zo doet hij altijd wel. Hij weet precies dat dat niet mag. Nou, daar gaan we dan. Kraak, kraak, kraak. Heksen, oh leuk. Mooi, beetje paars, lila-achtig. Hopelijk zien jullie het goed. Nummer 10. Ja, helemaal leuk. Altijd leuk, hè. Balletjeswol is het allerleukst, vind ik toch zelf. Maar volgens mij had ik dat gisteren ook al gezegd. Dan hebben we nummer 10. Van Truida zit in deze zelfgemaakte zakjes. Ook heel leuk. Die kan ik ook hergebruiken. Voor een kalender van volgend jaar. Want ja, dat zei ik dus net. Ik merk wel... En we hadden natuurlijk ook nog dat Sinterklaas cadeauspel gedaan hier thuis. Ik had me toch een afval en een, vooral papier en verpakkingsmateriaal. Toen werd ik daar wel een beetje heel ongelukkig van. Maar goed, ik heb het allemaal al, nu in dozen. Tenminste, een karton staat allemaal in dozen. In de schuur. Nou, daar gaat hij dan. Nummer 10. Oh, dit is volgens mij ook een kerstgarentje. Leuk. Ah, dat lijkt heel grappig. Wat is... Ja, het is mijlenwijd Christmas. Wel heel grappig, want volgens mij heb ik deze zelf ook. Deze heb ik zelf ook, dat weet ik bijna wel zeker. En die krijgt zij ook in mijn... Ergens, volgens mij. Oh nee, heb ik... ik weet het ook niet meer zeker. Nee, die heb ik volgens mij niet bij haar in de kalender gedaan. Nou, heb ik nog een kerstgaan. Maar deze is dus van het Ruitje. Dat, even kijken, er zit nog een snoepertje bij in. Tada, oh, die had ik altijd goed, het stukje. Die, even kijken, nou heb ik alleen nog, volgens mij heb ik dan alles. Ja, veel hè, jongens. Ik zit net een beetje zo in de schaduw. Nu is het, dit alleen al, duurt al 7 minuten, hè. Is jullie schuld. Ja. En dan hebben we het kringloop cadeautje. Dat is ook een heel succes. De kringloop zwart. We vinden het allebei heel leuk. En het is... Even kijken. Kijk dan wat leuk. Dinsdag 10 december. Waarschijnlijk ga je vandaag naar je vadertje. En wil je ook nog langs de kringloop. Nou, speciaal voor jou als kattenvrouwtje. En trouwe Hema-fan. Hier heb je een fijn hulpje. Wat leuk. Dit is een stoffen kattentasje van Den Hema. Maar dit ja, is waarschijnlijk bij de kringloop gescoord, want wij deden kringloop cadeautjes. Wat leuk! Nou, dat vind ik helemaal leuk. Nou, dankjewel. Ook weer Truida.
Hebben we alles gehad? Ja, volgens mij hebben we alles gehad. Nou, dus ik heb hier met jullie gezellig uitgepakt. En dan duurt het filmpje wel... Nou, je ziet het al, ik ben al 8 minuten aan het kletsen. Ik vind dit heel grappig ook. Dat ik, ja, ik zit nu heel hard te denken of ik hem bij haar ook in de kalender heb gestopt. Volgens mij niet. Maar een aantal mensen die we met mij in de kalender hebben geruild, hebben hem wel erin. En nu heb ik er ook één terug. Wat grappig. Nou, heel blij weer met alle bolletjes. Dankjewel, ladies. Ik heb helemaal zin om te gaan breien. Ik ga dus inderdaad vandaag naar mijn vadertje. Ondanks dat ik me nog niet helemaal fit voel. Maar ik vind wel dat ik even lekker in de buitenlucht even fietsen. Even kijken met mijn vadertje. Die is ook het hele weekend thuis gebleven. Want die was natuurlijk aan het uitzieken. En nou dat. Nou, ik ga nu echt stap zetten. Ik ga het Engelse stukje nog opnemen. En see you later. Kijk eens, mijn vakje is klaar. Wat een fantastische kleur dit. Ja, erg mooi. Het is echt zo'n Ineke kleur, inderdaad. Ineke houdt hier heel erg van. Maar ik vind hem ook heel mooi. Het staat alleen niet zo heel mooi bij deze. Maar ja, dat is dan maar zo. Het is een scrappy blanket. En in scrappies mag alles. Maar ja, hele mooie, fantastisch mooie kleur. Weet je wat dan zo leuk is? Als je dan onder dat dekentje zit, dan zijn er altijd een aantal vakjes die er dan de hele tijd uitspringen. Ja, echt te gek. Dus dit is mijn Cozy Memories blanket. Met alleen handgeverfde bolletjes. Het wordt al steeds groter weer. Ik ben echt... Ik moet hem een keer weer uitleggen op de grond. Om te kijken hoe ver ik al ben. Maar goed, geen haast met deze deken. Tadaa. Nou, ik dacht, laat ik jullie eens even laten zien wat voor boodschappen ik heb gekocht voor vandaag. Ik vraag altijd meestal aan mijn kinderen wat ze willen eten. En ik pas me dan aan, want ik lust dat dan meestal ook wel. Nou, mijn jongste en ik zijn alleen thuis vanavond. Dus we eten kipfilet, brokjes, brokjes, blokjes, runde gehakt. En dan, ja, dan gaan we dat in de taco shells doen. Ik heb daarvoor, gebruik ik altijd crème fraîche als sausje. En dan doen we zo'n zakje erdoor. Dus dat hoort dan bij elkaar. Nou, er komt natuurlijk groente in courgette, prei, tomaat, dat heb ik gekocht. Ui had ik nog. En ik marineerde kip in sojasaus met paprika poeder en chili poeder. En dit vind ik zelf heel lekker. Dit is balsamico azijn, een beetje van die crème. Die doe ik dan altijd zelf over het eten, want dat lusten mijn kinderen niet. Maar goed, ik dacht, laat ik eens even laten zien wat in mijn boodschappentas zat. Dus dit dus. Ik ga niet met jullie koken, want dat vind ik... Ik hou niet zo van koken. Maar goed, dit is misschien een ideetje voor mensen die denken, wat moet ik vanavond nou weer eens doen? Dus dit dus. Of morgen. Ik heb even een alle handen meegenomen bij Albert Heijn. Dat neem ik eigenlijk nooit mee. Maar ik dacht misschien leuke inspiratie voor de feestdag. Dus dit is mijn boodschapjes. Ik ga zo nog even voor de camera zitten kletsen met een theetje, denk ik, met jullie. Dus tot zo. Deze was van laatst, vorig jaar. Ik heb daar vorig jaar een theekalender gehad. Maar daar kwam ik helemaal niet aan toe om dat elke dag te doen. Dus ik heb nu deze. Ik ben heel benieuwd. Ja, er zitten er nog veel meer in van het jaar ervoor. Maar ja, zo heel langzaam komt het allemaal goed. Maar ik drink, zoals jullie weten, vaker koffie dan thee. Maar ik bewaar ze netjes in mijn theedoos. Dus deze doe ik vandaag in mijn Cindy beker. Oh, wat leuk. Ja, hallo, daar ben ik dan. Ja, ik dacht even weer met mijn gezicht voor de camera, want anders gebeurt dat niet weer niet. Mosie, die springt weer achter op de kast. Ja, ik dacht, laat ik even kletsen met jullie. Ik heb een theetje natuurlijk in mijn Cindy-beker.
die ik ooit voor kerst ook gekregen, volgens mij, met kerst, van een van mijn kinderen, van mijn jongste. Daar had ik natuurlijk wel gevraagd. Kijk, ik heb gewoon heel gericht gezegd, daar en daar kun je het kopen. Nou, dan doen ze dat wel. Toen deden we nog kerstcadeaus, dat doen we dus nu niet. Mosi, nee, dat mag je niet aan, dat is niet van jou. Ja, Mosi, die wil natuurlijk de kalender van vandaag. 10. Kom maar, Mos. Nummer 10. Ja, ik dacht, ik ga jullie even vertellen dat ik vandaag heel weinig breitijd tot nu toe heb. Ik heb echt alleen nog mijn vakje gebruikt vanmorgen. Dat heb je als goed is al gezien. En ik heb alleen nog maar hier Felix. Hij wordt... Oh, nou, de kerstboom ligt nu op de grond. Moos. Hier. Kom maar. Dat is wat lekkers voor jou. Dat doe ik zo in het bakje. Maar we hebben even... ik ben even aan het werk. Dus die, deze zijn er. 3 zakjes. Dankjewel. Verrubbeltje Hobby die deze kalender heeft gemaakt voor mijn katten. Echt superleuk. Heel erg groot succes. Mosi ligt zelfs in die doos te slapen. Ook als het goed is heb je dat ook gezien. Daar heb ik een heel klein mini stukje van gefilmd. Nou, ik ben dus net thuis. Het meneertje is heel blij dat ik er weer ben. En dan gaat hij altijd even in beweging en alles ontdekken. Dus ik hoop dat het goed gaat hier met de camera stand. Nou, nee, ik wou dus zeggen, ik heb helemaal nog niet zoveel gebreid. Want ik heb alleen maar vanmorgen mijn vakje gebreid. Toen ben ik gaan aankleden enzovoort, heel ritueel. Toen ben ik naar Terre des Hommes gefietst. Daar was het lekker druk, gezellig. En het was trouwens koud op de fiets. Het was 6 graden, maar het voelt als 1. Ja, dat dus. En, maar ik had geen hoofdband nodig, dat dan weer niet. Ik had hem, kon hem ook niet zo snel vinden, maar mijn sjaal zat lekker zo tot hier. Dus dat ging helemaal goed. Nou, toen kwam ik bij Terre en toen had ik een heel leuk idee bedacht. En dat ga ik ook doen, alleen het kan nog wel even duren. Ik vind bij Terre en bij kringloopwinkels zo vaak leuke dingen. En ik heb een aantal dingen gevonden die ik dan koop, omdat ik ze heel leuk vind. Maar toch niet zelf ga gebruiken, omdat ik er al misschien genoeg van heb. Of... Wil je een palletje? Komt het grond gooien? Zo maar. Dus ik dacht, misschien is het leuk als ik een weggeefactie doe, een kringlooppakket, wat ik zelf heb gevonden en samengesteld. En dan wil ik dat, ik weet nog niet wanneer ik dat ga verloten. En als ik het ga verloten, dan zeg ik jullie natuurlijk wat je daarvoor moet doen. En ja, ik dacht, vind ik gewoon leuk. Ik denk dat dat heel leuk is, omdat ik word nu ook heel blij van die swap die ik heb met Truida, de kringloopswap. Dat je gewoon niet weet wat erin zit, maar dat het allemaal leuke dingen zijn waarvan ik denk dat ze leuk zijn. En dat jullie dat allemaal best wel graag zouden willen winnen. Bij deze ga ik al wel zeggen dat de mensen die zelf een podcast hebben uitgesloten zijn van deelname. Want ik denk dat dat, dat wel zo eerlijk is. Dus mensen die allemaal gewoon kijkers zijn van mijn podcast, die mogen dan meedoen. Maar goed, ik ga het eerst samenstellen. Ik ga het denk ik niet laten zien wat ik heb. Dus dan ga ik het ook nummeren. Dat dacht ik ineens net op de fiets. Ik denk, oh, dat is wel leuk. Dat ik hem bijvoorbeeld na kerst ga opsturen. Of in ieder geval dat je hem tweede kerstdag of zo, na tweede kerstdag krijgt. En dat je dan vanaf kerst tot en met, nou ja, noem maar wat. Hoeveel dagen is dat dan? Nou, misschien tot en met 10 januari een soort van pakket heb. Dat je, vooral als mensen een beetje zielig en eenzaam zijn in januari. De overgang van december naar januari is natuurlijk altijd, ja, is altijd weer een beetje lastig. En dat een van mijn kijkers dan dat pakket wint. En die heeft dan een soort van, geen kringloopswap, maar een kringlooppakket. Een soort kringloop kerst / oud en nieuw nieuwjaarspakket. Nou, vind je leuk? Ja, ik zit er al een hele tijd over na te denken. En ik zit dan ook heel erg te denken, wat doe ik erin? Doe ik er ook wat dingen om te eten bij in? Maar dat ga ik niet doen. Het gaan echt alleen maar dingetjes zijn die ik bij het goed vind of bij het Terre des Hommes. En waarvan ik denk dat het leuk is om te krijgen. En nou, ik hoop dat jullie dat dan ook leuk vinden. Dus, maar goed, ik moet dat dus eerst nog samenstellen. En ja, ik wilde in eerste instantie wilde ik het allemaal laten zien wat ik dan had. Maar dat ga ik dus niet doen. Ik laat het als een verrassing. Ik ga het allemaal inpakken. Ik geef de pakjes nummertjes. En dan, diegene die dat dan wint, die wordt helemaal blij. Want die krijgt dan
Die kan dan na kerst beginnen met elke dag een bakje uit te pakken. Ik denk dat dat wel het leukst is. En dat je dan een beetje hetzelfde gevoel hebt wat ik nu heb met de kringloopswap. En ook met de adventswaps natuurlijk. Dus dat is het idee. Ik moet nog even verder kijken hoe het vorm krijgt. Maar op het moment dat ik het klaar heb, het pakket, en dat ik het bijna ga versturen, dan, ja, dan laat ik jullie weten onder welk filmpje je dan moet reageren en wat je daar dan voor moet doen. Dus mensen die zelf een podcast hebben, die zijn helaas uitgesloten. Want ik zie dat toch een beetje als mijn collega's en het is niet leuk als die dat dan, ja, met alle respect, dat die dat dan winnen. Ik denk dat dat het eerlijkste is. Dus het is echt voor mijn kijkers en mensen, trouwe kijkers, zonder het meekrijgen. En die kunnen dan reageren. Nou, dat wou ik even vertellen. Nou, de thee is altijd heel heet. Inproeven of die lekker is. Ja, wel lekker. Chai tea choco. Zit daar dan geen chai tea? Zit toch geen cafeïne in? Ik weet het niet. Ik ben niet zo'n theedrinker. Maar ik vind ook heel veel thees lekker. Maar ik vind ook heel veel thees niet lekker. Oh, ik heb wel echt zin om... om zo'n pakket klaar te maken. Daar heb ik helemaal zin in. En ja, het moet ook niet te zwaar zijn natuurlijk. Want het moet wel kunnen versturen. En ja, ik word gewoon heel gelukkig van die kringloopbezoekjes. Het is gewoon nu bij mij is het gewoon een beetje een vaste prik. Altijd eerst even naar Terre en dan naar mijn vader. En dan een ander moment in de week ga ik meestal een andere kringloopwinkel doen. Meestal het goed, omdat hij dan op fietsafstand zit. En heel soms hebben we zo'n kringloopdagje. Ik heb gisteren, oh ja, dat heb je als het goed is in een heel in het begin gezien van deze video. Ik heb gisteren ook 4 dozen weggebracht naar de kringloop. Allemaal dingen waarvan ik dacht, nee, die vind ik toch niet zo leuk. Had ik allemaal bij kringloop of rommelmarkt gekocht. Of die heb ik al een tijdje gebruikt, maar nee, nu mag er wel een nieuwe eigenaar voor komen. Dus ook dat doe ik. Ik breng ook 4 dozen, had ik het weggebracht en ik heb soms nog wel veel meer. Dus dat moet je wel, als je dit als hobby hebt, moet je dat echt ook echt wel doen af en toe. Even ook weer opschonen. Ja, ik zal jullie nog in mijn leuke tasje laten zien. Hij hing net aan het stuur. Oh, zo leuk. Ja, echt heel jammer dat die vrouw dus niet meer naar Europa kan verzenden. De EU. In verband met de regels die veranderd zijn in Engeland. Ik geloof dat de kleine ondernemers dan heel veel geld moeten betalen. Ja, dat is echt heel sneu voor die mensen ook. Maar goed, ik koester de tasjes van Birdie en Poppet nou nog meer. Omdat ik gewoon eigenlijk gewoon nooit meer één kan bestellen. Dus mensen, als je er een hebt, koester hem. Het zijn, hoe zeg je dat ook wel? Collectors items. Nou, ik heb 3 rondjes bij mijn vader gebreid aan mijn sok. Dus helemaal niet veel. Gisteravond heb ik nog wel een heel stuk gedaan. Ik weet niet of ik dat nog gefilmd heb. En dus hier ben ik. Ik denk wel, als ik straks ga zitten. Ik wil nog wat kerstballen in de boom erbij hangen. Ik heb een paar plastic ballen gekocht bij Terre des Hommes. Nou, die kan ik wel in mijn zak nemen, want ik ben toch van mezelf. Kijk, dit soort ballen. Ik dacht, laat ik het dan toch maar doen. Ze waren 2 voor 10 cent. Dus ik had 10 balletjes voor 50 cent. En dit is mooi donkerrood. En dan ga ik die allemaal erin hangen. Want Moosje, die zit er wel naar te kijken, maar die tikt ze er niet uit. En dit is, als die het al doet, is dat helemaal niet erg. Want die stuiten gewoon. Een knalrode was erbij. Dus ik dacht, ja, ik vond het doet toch. Mijn zoon heeft ook nog wel die dingen boven. Maar die zegt hij de hele tijd, ja mama, die kom ik straks wel brengen. Nou, is al 3 dagen later, dat heb je nou niet gedaan. Dus ik denk, nou doe ik het zo. Ik had het niet meer in mijn koffer. Ik dacht dat ik het zelf ook nog heel veel had. Maar dat had ik dus niet. Dus vandaar deze aankoop. Maar ja, komt allemaal naar het goede doel hè, bij het goed. Ik bedoel, bij Terre des Hommes. Nou, ik vind het wel weer genoeg voor vandaag. Ik hoorde wel, en dat vind ik echt heel leuk, ook om te horen, dat heel veel mensen wel leuk vinden om langere filmpjes te zien. Ik dacht de hele tijd ook, ik moest ze niet te lang maken. Ik was natuurlijk van het weekend ook niet lekker in orde. Dus is het ook wel fijn dat je dan dat het dan niet zo lang hoeft. Maar nu voel ik me wel weer wat beter. En heb ook wel zin om lekker te filmen. Dus ik heb vandaag wat langer gevlogd, denk ik. En ik ga wel nu de video afsluiten, want dan kan ik het editen en vanavond proberen rond 6 uur weer online te zetten. En misschien worden mijn filmpjes de komende week wel iets langer. Maar het ligt ook wel een beetje aan de tijd die ik heb natuurlijk. En filmpjes van 20 minuten is ook prima, maar een keer een half uurtje is ook denk ik wel leuk. Dus dankjewel weer voor het kijken en ik zie jullie morgen. Doei!